klaar. De baan is gekulverd. Ja, ze hebben 4x4 uitgevonden. Nu mag het nog binnenkort, volgend jaar geloof ik, of een jaar later, dan al niet meer in deze klasse. Kijken wat de overige heren nog in petto hebben. Huismans lijkt wat problemen te hebben met het linkervoorwiel nu al. Zakt ook al af naar achteren. Het linkervoorwiel staat er scheef in. En dat betekent dus dat de topsnelheid ook al dusdanig verringerd is dat hij niet meer naar voren kan rijden. Voorin is het 06 van Winston de Vries. 635 op aanbreken. Dat is het Jan Bel van der Veen. Aan de Poelstra, Pierre Vellema, Fokko Wieringa, Leo Sinterwin, José Douwers en volgens mij zit Kees Commandeur. Ja, 77. Ja, meester heeft het nog niet, maar Van der Veen komt dichterbij. Samen weer aan de Poelstra. Dan gaan we het nu nog aan de schenen leggen, zo beneden. Ze hebben natuurlijk bij het uitaccelereren iets meer voordeel, ze hebben veel meer tractie natuurlijk dan alleen met de voorwiel aangedreven auto zoals Van der Veen, Poelstra. Hier de 150 en die geeft het geest. Peter Neperus uit Worven. Ja, en Van der Veen en Poelstra die leggen nog een tijdje bij zo meteen. We gaan er nog alles aan doen om Bart Meester te verschalken. Nog later remmen, nog harder die bocht door. Kijken of ze naar de voordeel bij hebben. Aan de binnenkant is het nu. Nee, het is nog steeds Meester. Van der Veen, Poelstra, Vellema, Wieringa, Douwers, Sinterwin en Commandeur. Dan moet het nu gaan gebeuren zo meneer voor Van der Veen. Dit gaat zo in de laatste ronde in. 6-0-6 nog steeds de training. Winston de Vries. Eigenlijk een ongebouwde sprinter volgens mij, maar kijk. Van der Veen en Poelstra voorbij aan Bart Meester. Zij aan zij. Poelstra lijkt op dit moment even de snellere te zijn. Van der Veen sluit aan. Ook Bart Meester gaat nog mee. De man met de vaststandskracht, 6-0-6. Vincent de Vries, die wordt 1. De tweede plek in handen aan de Poelstra, de derde voor Jan-Wel van der Veen, de vierde voor Bart Meester, de vijfde voor Ibe Vellema, zesde voor Fokko Wieringa, zevende voor José Douwers, 77 Kees Commandeur en...